Dat is te erg. En dat op een lege maag. Dus hij bij mij komt eten. Zo, ben jij het. Wie ben je nou weer? Cowboy? Je weet best wie ik ben. Ik ben Roberto. Geen brozem vandaag. Zeg, wat heb je tegen mij, schoolmeester? Eerst heb je het over een cowboy en dan een brozem. Ik vraag je toch alleen maar vriendelijk om te komen eten? Aha. En ik vraag me af waar ik dat aan te danken heb. Hoezo? Ik begrijp jou niet. Eerst neem je me op je brommer mee naar de stad om me daarna te laten stikken. En nu mag ik bij je komen eten? Ik heb geen brommer. Nee, natuurlijk niet. Jongen, waarom stop je niet met dat geheimzinnige gedoe? Waar ben je eigenlijk mee bezig? Geheimzinnige gedoe? Heeft meneer Tomtiedom jou niets verteld? Meneer Tomtiedom? Jawel. Jullie zitten in hetzelfde complot? Ja, het complot van de Zevensprong. En jij wordt een van ons. Ga nou maar eten? Kan je me meer vertellen over dat complot? Goed, ik ga mee. Zeg, laat die fiets maar staan. Want hier in het bos heb je er alleen maar last van. Gaan we dan eigenlijk heen? Dat zou je wel zien. Ga jij me soms ook een slaappiddel geven, zodat ik pas over een paar uur wakker word? Waarom zou ik dat moeten doen? Dat weet ik niet, maar het is precies wat die vriend van jou, die meneer Tomtiedom, heeft gedaan. Oh, hey. Misschien was dat wel geen slaapmiddel. Hij experimenteert met hypnose. Je vindt het blijkbaar heel gewoon? We zijn er bijna. Wacht hier even tot ik je roep. Roberto! Een saluutschot voor jou. Dat zijn ook gevaarlijke spelletjes. Oh, het is maar losse vlodder. Nou, hoe vind je hem? Een machtig ding, hè? Ja. Hoe kom je eraan? Oh, gevonden. Gevonden. Natuurlijk. Vind je wel vaker antieke kanonnen hier? Ik hoop dat we genoeg hebben aan dat ene blikje. Ah, ze worden al lekker warm. Ga je me nu vertellen van jullie complot? Sst, niet zo hard. We zijn hier vlakbij het terrein van de gruwel. Gruwel? Welke gruwel? Graaf Friesenstein natuurlijk. Hij woont ginds in het trappenhuis met Geert Jan. Heeft meneer Tomtiedom je dan nooit iets verteld van de schat? Ja, ja. Het klassieke verhaal, duizendmaal verteld. De boze oom en het onschuldige kind die samen in een huis voltrappen. Het is geen sprookje. Hoe zou jij het vinden opgesloten te zijn in dat huis? Als het joch die schat vindt, is het zijn leven niet meer zeker. Wat zeg je me nou? Daarom moeten we hem helpen. Iemand moet met een list het trappenhuis binnendringen, voordat het te laat is. Maar zulke dingen gebeuren toch niet meer vandaag de dag? Oh, nee? Heb je het koud? Of ben je bang? Waar zou ik bang voor moeten zijn? Dus je doet mee met ons complot? Boris, voordat ik er antwoord op geef, wil ik eerst precies weten wat dat voor complot is. Wat is eigenlijk het doel? Geert-Jan redden. En de gruwel verslaan. Moeten wij dat met z'n tweeën doen? Er zijn 6 samenzweerders. 7, als jij ook meedoet. Ik ken jou, meneer Tomtiedom. Wie zijn die anderen dan? Je kent er nog één. De koetsier van de graaf, Jan Toereloer. Die ellendeling? Doet hij ook mee? Hij is onze verbindingsofficier. Mooie verbindingsofficier. Laat de passagiers in de stromende regen bij de Zevensprong staan. Je wou toch zelf uitstappen? Hoe weet jij dat? Dus jij was toch de brozem in het lege café? Meneer Tomtiedom is onze secretaris. En ik ben ook verbindingsofficier. En mejuffrouw Rosmarijn is onze voorzitter. Mejuffrouw Rosmarijn? Het kruidenvrouwtje. Ze woont op de Kruidenhof. Nou, dan hebben we juffrouw Rosmarijn, Tomtiedom, Jan Toereloer, jij, ik. En dan mis ik er nog 2. Dat zijn spionnen. Hun namen kan ik je nog niet geven. Oh. Wat wordt er van mij verwacht? Jij wordt geheim agent. Jij dringt door in het trappenhuis en wordt onderwijzer van Geert-Jan. En dan? Dat zal tante Rosmarijn je wel vertellen.
Tante? Ja, ze is mijn tante. Is dat zo gek? Je moet er morgen maar eens langs gaan. Via de zeepsprong ben je er zo. Ik hoop dat ik dat baantje krijg. Zegt die graf Griesenstein mag natuurlijk niet weten dat ik lid van het complot ben, hè? Je begint het te begrijpen. Het is geheim. Zeg, het is al laat, je moet gaan. En jij dan? Waar woon je? Hier. In die tent? Helemaal alleen? Vinden je ouders dat goed? Doe niet zo schoolmeesterachtig. Als ik geen schoolmeester was, dan kwam ik het traphuis ook niet binnen. En dat wil je toch zo graag? Ik ben wel in een wonderlijke situatie terechtgekomen. Vanmorgen ging ik op bezoek bij een vreemde magier. En nu zit ik met hem in een complot. En met Roberto. En met nog meer mensen die ik niet eens ken. Ik vraag me af wie die spionnen zijn. De kinderen? Een paar kinderen uit mijn klas. Hoe kom ik daarachter? En hoe kom ik in het trappenhuis? Ik kan het beste maar een brief schrijven voor de nieuwe afspraak met de graaf. Wacht eens, wat zei Roberto nou? Meneer Tomtidom is de secretaris. Dan heeft die natuurlijk de brief aan de graaf geschreven. Maar misschien heeft hij nu al een nieuwe brief gestuurd. Wat moet ik nou doen? Wel, Frans, daar sta je nou. Hoe kom ik hier nou binnen? Als ik nou bij dat raam zou kunnen. Meester. Maarten, wat doe jij hier? Jij hoort in je bed, jongen. Ik dacht dat er iets aan de hand was. Ja, ik ben mijn huissleutel vergeten. Dan moet ik wachten op tante Willemijn. Of een ruit inslaan. Maar dat is toch uw kamer? Ja. Nou, als u nou over het balkon klimt... En dan naar binnen Maarten, door de jij moet echt nu ik naar je... Ik ladder. Maarten, jij moet slapen. Frans de Rode zou zo boven zijn. Maar wat moet ik nou doen? Ik kan hier toch niet de hele avond op de stoep blijven zitten? Hier is hij, meester. Vandaag nog avonturen beleefd? Nou, en of, Maarten. Meer dan me lief is. Het is een heel complot. Complot? Wat voor complot? Ik denk dat jij dat heel goed weet, Maarten. Sst. Hoor je dat? Er komt een brommer aan. Hij komt deze kant op. Straks denken ze nog dat we inbrekers zijn. Onzin. Je gaat toch niet in je eigen kamer inbreken? Ga je weg? Dag meester, wel te rusten. Dag. Frans! Frans van der Steg, wat doe je daar nou weer? Ik? Ik ga gewoon naar mijn kamer. De achterdeur is toch open? Ja, dat had u me niet gezegd. Mag ik ook eens kwaad zijn? Nou... Leg die ladder ergens in de tuin en kom gauw binnen en dan krijg je een kopje thee van me. Nou zeg, het is dat zo'n eind weg is, anders was ik nooit op dat ding gaan zitten. Wat voor een ding? Brommer. Bent u op een brommer naar huis gekomen? Ja, mijn neef heeft me even naar het dorp gebracht. Nou, het ging mij veel te snel, hè. Maar ja, om vanaf de Zevensprong helemaal te gaan lopen. Vanaf de Zevensprong? Ja, mijn zuster woont daar vlakbij. Heet uw neef soms Roberto? Ja, ken je? Woont hij in een tentje in het bos? Voor zover ik weet woont hij in de stad. Het is de zoon van mijn andere zuster. Kunt u me dan vertellen of Roberto de Brozem is? De Brozem? Ja.
Ja, hij is wel in een moeilijke leeftijd. Ja, nee, ik bedoel, ik heb de Brozen ontmoet en Roberto. En nu beweert Roberto dat hij de Brozen niet kent. Nou en? Mag die jongen alsjeblieft twee personen tegelijk zijn? Ieder zinnig mens bestaat uit meer dan één persoon. Jij bent zelf toch ook niet alleen maar Frans van der Steeg. Je bent toch ook Frans de Rode? Hier, doe het licht even aan binnen. Frans de Rode? Hoe weet ze dat? Dat heb ik haar nooit verteld. Ze moet het van iemand anders gehoord hebben. Tante Willemijn, u bent een van de spionnen. Ik spion? Weet je niks aardigers te zeggen? Nee, maar u hoort toch bij het complot? Het complot van de Zevensprong. Ja, als je het zo bekijkt, heb je gelijk. Wie heeft jou verteld dat ik een spion ben? Roberto. Dat dacht ik al. Rob kijkt te veel naar de televisie. Waarom heeft u mij nooit eerder van het complot verteld? Beste jongen, complotten zijn altijd geheim. Ja, maar u wist al vanaf het begin dat ik er ooit mee te maken zou krijgen. Voor vandaag wist ik daar niets vanaf. Ik heb alleen aan mijn zuster verteld dat jij me wel geschikt leek om mee te doen. Is mevrouw Rosmarijn uw zuster? Ja. Zij is de jongste van ons drieën. Ik ben de oudste. En mijn andere zuster, dat is de moeder van Rob. Oh, is dat de andere spion? Wie? Nou, uw andere zuster. Nee, die heeft er helemaal niets mee te maken. Waarom zou er nog een spion moeten zijn? Nou, Roberto die zei dat er 7 samenzwerers zijn. U, mevrouw Rosmarijn, Roberto, meneer Tomtidom, Jan Toerloer. En als ik mezelf meereken, dan kom ik aan 6. En Rob zei dat er 7 waren. Dat heeft meneer Tomtidom hem natuurlijk verteld. Melk? Graag. Dank u. De tweede spion woont in het trappenhuis. Trappenhuis, maar ik heb Jan Toerloer al meegeteld. Jan Toerloer is een verbindingsofficier. Maar wie is dan de spion? Iwan. Iwan? Heet hij Iwan? En hoe verder? Gewoon Iwan. Je zult hem ontmoeten als je in het trappenhuis komt. Iwan de spion. Dat klinkt Russisch. Is het een Rus? In ieder geval is hij erg donker. En zeer zwijgzaam. En hij kan fantastisch sluipen. Zwart en zwijgzaam. Een sluipende spion. En Iwan is zeker zijn schuilnaam. Dat zou best eens kunnen. Tante Willemijn. Waarom is alles nou zo vaag en ingewikkeld? Met schuilnamen, onduidelijke voorspellingen, familiegeheimen. Dat is de schuld van graaf Gregorius. Die is vroeger begonnen met het opschrijven van allerlei vage rijmpjes in het verzegelde geschrift. En meneer Tomtidom is al niet beter. Nee, dat is niks voor mij, al dat magische gedoe. Je kunt je beter bij de werkelijkheid houden. Wat is in vredesnaam nou weer het verzegelde geschrift? Weet je wat jij moest doen? Jij moest maar eens met mijn zuster gaan praten. Die kan jou er alles van vertellen. Je weet waar ze woont? Ja, vlak bij de Zevensprong. Ja, in de Kruidenhof. Ik heb hier een kaart. Kijk, daar staat de Zevensprong op. En als je daar bent, vind je het vanzelf. Nou, dan ga ik die eens op mijn gemak bekijken. Maar ik ga nu eerst goed slapen. Morgenochtend sta ik weer voor 25 kinderen. En die hebben een weekend gehad om uit te rusten. Sterkte, wel te rusten. Wel te rusten. Ik krijg steeds meer het gevoel dat iedereen een loopje met me neemt. Ze vertellen me niet alles. Net alsof ik sommige dingen niet mag weten. Ik ga maar gauw met de juffrouw Rosmarijn praten. Als die me tenminste ook niet alleen maar raadsels opgeeft. Eens kijken. Dat is de Zevensprong.
Zie je wel, er zijn echt maar 6 wegen. Dat is het trappenhuis. Maar dan begrijp ik niet waarom die koets langs de Seversprong reed. Dat is precies een omweg. Over de verharde weg is het duidelijk korter. Als hier nou nog een weg was. Is er weer iets met de meester aan de hand? Hé, hey joh, niet zo schreeuwen. Ja, uw school hoeft het niet te weten. Gisteren stond de meester voor zijn deur en toen kon hij er niet in. Toen heb ik een ladder voor hem gehaald. Jee, dat heb ik nou ook al 10 keer gehoord. Vertel eens over dat complot. Wat zei die allemaal? Complot? Is er een complot? Niet zo luid, jongens. Ja, er is een complot. Het complot van de 7. De 7-sprong? Wie bent u eigenlijk? Ik weet het. U bent... U was vorig jaar bij ons op school, voor de kerstvakantie. En toen deed u allemaal hele goede goocheltrucs. En u heet meneer... Tomtidom. Gaat u vandaag weer goochelen, meneer? Nee, vandaag zijn de belangrijke dingen. Ik kom als een van de 7 van het complot om jullie hulp vragen. Hulp? Waarom? Jullie meester, Frans de Rode, is betrokken geraakt bij een bijzonder avontuur. Een heel belangrijk avontuur. Met een goed doel. Maar jullie moeten hem daarbij helpen. Want zelfs Frans de Rode kan het niet alleen. Wat moeten we dan doen? Willen jullie een ander kind helpen? Een jongen van jullie leeftijd? Eenzaam en opgesloten? Ja, natuurlijk ook wel. Dat kind is Geert-Jan. En hij woont in het trappenhuis. En de naam van zijn boze oom kennen jullie ook wel. Graaf Griesenstein. Ik zal jullie vertellen wat jullie moeten doen. Zullen we zo afspreken? Jullie nu allemaal je mond houden. We gaan aan het werk. Klas 4 gaat door met zijn rekenen. Klas 5 en 6 pakt zijn taalboek. Vertelt u dat niet, meester? Nee. Er is van alles gebeurd. Je hebt een heleboel avonturen beleefd. Oh ja? Hoe kom je daarbij? Dat heeft u gisteren zelf verteld. Maarten, loop jij hier niet rond te sluipen alsof je Iwan zelf bent? Schiet op naar je plaats. Wie is Iwan, meester? Iwan is een spion. Zwart, zwijgzaam en gevaarlijk. Hebt u die ontmoet, meester? Nee. Hij woont in het trappenhuis. Hoe weet u dan dat hij een spion is? Nee, ik ga niet vertellen. We gaan ontleden. Kees, kom jij eens hier en ontleed deze zin. Redekundig. Lam is gezegde. Denk even na, Kees. Wat is gezegde? Lam? Nee, gevangen. Wat is gezegde, Kees? Werkwoordelijk gezegde. Lam gevangen. En wat is leidend voorwerp? Het kind. Maarten, zeg het maar hardop als je het zo goed weet. Het kind. Het onschuldige kind is leidend voorwerp, meester. Ga maar zitten, Kees. Zo is het. Geert-Jan is leidend voorwerp. Geert-Jan Griesenstein. Geert-Jan Griesenstein. Hoe weet je dat? Dat is de jongen in het trappenhuis. En Geur is zijn boze oom, graaf Griesenstein. Zijn naam stond op de brief die u vorige week kreeg. Jullie weten alles? Jullie weten meer dan ik? Wie heeft jullie dat allemaal verteld? Meneer Tomtidom. Dat is een goochelaar. Nee, een magier. Wat heeft hij jullie allemaal verteld? Alleen maar dat u in het complot zat, meester. Ik wed dat hij jullie meer heeft gezegd. Nee, echt niet, meester. Alleen van het complot dat u 2 belangrijke dingen moest doen vandaag. 2 dingen?
U moest een brief schrijven aan de graaf en langs mejuffrouw Smarijn gaan. Nou. Dan moeten we maar eens met het eerste beginnen, hè? Hooggeboren heer. Het spijt me bijzonder dat ik uw brief te laat ontving en uw koetsier mij niet thuis trof. Ik zou het op prijs stellen als u mij toch nog te woord wilde staan. Met belangstelling wacht ik uw antwoord af, hoogachtend. Hartstikke goed, meester. Wanneer gaat ze nou naar mejuffrouw Smarijn? Oh, dat zie ik nog wel. Voorlopig is dit wel genoeg. We gaan weer aan het werk. Maar u gaat toch wel? Als jullie nu niet gauw aan het werk gaan, dan ga ik vandaag beslist niet. Wie is er nou eigenlijk de baas? Het lijkt wel gek om meteen te doen wat de kinderen me vragen. Ik ben toch geen marionet? Als wij mogen spelen. Die brief heb ik nou wel geschreven, maar ik hou hem in mijn zak tot ik met juffrouw Smarijn heb gesproken. Dan kan ik altijd nog zien wat ik doe. De kinderen. Zie je hem wel? Zij zijn me weer aan het controleren. Kees, kom jij onmiddellijk uit die boom, jongen? Wat doen jullie hier? Gewoon wat kijken, meester. Heeft u de brief al gepost, meester? Gaat u zeker naar mejuffrouw Smarijn, hè? Oh, we moeten daar langs gaan. Dat is de weg naar de kruidenhof. Hé, kijk daar eens.